Het nieuwe Rode JC onder leiding van trainer Bassie Bum moet een ploeg worden die snel de bal verovert en dan goed kan omschakelen. Dat gebeurt hier al na 2 minuten als nieuwkomer Walid Ulcik, gehuurd van Volendam, het eerste schot afvuurt op het doel van de bezoekers van KV Oostende. Dat is een ploeg die vorig seizoen degradeerde uit de hoogste Belgische voetbalklasse nadat ze in de reguliere competitie als 16e geëindigd waren. Er kwam veel gevaar vanaf de rechterkant, bijvoorbeeld via Arjan van der Heijden. Dat is een naam die we nog kennen uit het vorige seizoen. Toen mocht hij sporadisch meedoen, nu had hij een basisplaats en was hij gevaarlijk. Naar binnen, vanaf rechts en dan schieten met links. Roda had in die eerste helft veel de bal. Met hier Kongolo, de nieuwe man, de nieuwe aanvoerder. En Bangura die denkt te gaan scoren, maar dat schot wordt geblokt. En dus blijft het 0-0 na ongeveer 20 minuten spelen. Oostende had ook een handjevol fans meegenomen vanaf de Belgische kust naar Zuid-Limburg. En ziet dan dat hun ploeg op slag van rust ook een kans krijgen. En die is niet te missen, zou je zeggen. Van Dalen vindt Rodi de Boer op zijn weg. Prima ingreep dus van de keeper die te horen heeft gekregen dat zijn club misschien wel op zoek gaat naar een andere eerste doelman. Voorlopig staat hij tussen de palen. Dit is Bangura, direct na die kans. En hij haalt doeltreffend uit en op slag van rust staat Roda op een voorsprong. En als je weet dat de topscorer van het vorige seizoen, Dylan Vente, op weg is naar een transfer, dan moet je je kans pakken als die komt. Het viel met bakken uit de hemel in Kerkrade en dus moest er geprikt worden halverwege de wedstrijd. De Belgen gingen goed om met die omstandigheden, kwamen prima uit de kleedkamer, maar vinden tot 2 keer toe ook de Boer op hun weg. De mensen die nog niet zaten omdat ze een biertje of een frietje waren aan het halen, hebben dat gemist. Aan de andere kant, Van der Heijden nog maar een keertje. Van rechts naar binnen, het bekende recept. Prima redding van doelman Bosset. Die kennen we nog uit de keukenkampioendivisie als ex-doelman van Dordrecht. En deze man kennen we ook nog, Stijn Vreven, de trainer van Oostende. Ex-NAC, ex-FC Utrecht, man met staart in het verleden. En die ziet dat zijn ploeg kansen krijgt. Een hele grote zelfs, maar weer Rodi de Boer. Bedankt door zijn ploeggenoot. Sibum zal daarover tevreden zijn. Dit is een prachtig paasje op Albanese, helemaal vrij, schitterende uithaal. Het hing in de lucht, de gelijkmaker van Oostende 10 minuten voor tijd. En zo zijn beide ploegen in evenwicht, iets waar beide teams ongetwijfeld mee kunnen leven. Roda brengt dan nieuwkomer Zauner, een buitenspeler die mogelijkheden creëert. Dat doet Kongolo ook, Zauner biedt Bangura de gelegenheid, maar die mist in de slotseconde. En zo lijkt dit duel af te stevenen op een gelijkspel, 1-1. Maar zover komt het niet, want Roda dringt nog 1 keer aan. Via Zauner, met de ruimte en het schot en de vuisten van Bosset. En dan zien we een muur en de muur liggen. Dat betekent in de slotseconde een vrije trap. Lennart Daniels is ingevallen en krult de bal prachtig in de korte hoek. Roda wint met 2-1 van KV Oostende. 2 weken voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.